De Weesbrug. Een van de vele bruggetjes die de Delftse binnenstad siert. De brug is uit 1573, dus dat betekent echt dat het een van de eerste gemetselde bruggen is in onze oude binnenstad. Dus alle reden om dit erfgoed te behouden. Tegelijkertijd zie je wel dat de gemeente Delft de afgelopen jaren ook fors heeft moeten bezuinigen. En dat je toch liever bezuinigt op stenen dan op onze Delftse inwoners. De belangrijkste projecten die hebben we als eerste gedaan. En wel gewoon de afgelopen jaren, in tijden van financiële crisis, hebben we die gewoon uitgevoerd. En voor andere projecten, waaronder de Weesbrug, hebben we gekeken van nou kunnen we dat niet op een moment doen dat we weer wat meer ruimer in ons jasje zitten. Ja, een half jaar geleden zag de brug er niet bepaald goed uit. Het was niet zo dat de brug onveilig was, maar met name brokkelden er wat stenen af. Dus was het hard nodig om de brug een goede onderhoudsbeurt te geven. Het restauratieproject werd opgestart. Ingenieursbureau Nebest deed de voorbereiding. Wat leuk is om te vertellen is dat bij de brug ook een hele speciale 3D-scantechniek is toegepast. Waarbij we dus eigenlijk de volledige brug in 3D in kaart hebben gebracht. Om vervolgens te kijken welke maatregelen er nou ook echt noodzakelijk waren. Ja, vervolgens is er heel veel werk verzet om de onderkant van de brug, het metselwerk van de brug te vervangen. Zodat de brug niet alleen veilig, maar ook nog eens heel erg mooi er weer uit is komen te zien. Het was noodzakelijk prioriteiten te stellen. Maar ja, we zijn nu toch stiekem wel blij dat ook de Weesbrug, die in hele slechte staat was, er toch nu heel mooi uit ziet weer. Dat is echt een wereld van verschil en zorgt er weer voor dat we allemaal trots kunnen zijn op onze mooie binnenstad.